We hebben een volle tafel met veel gasten. En we gaan met die gasten praten over de dood van Gaddafi. Dat doen we onder andere met Chris Klep, hij is militair historicus. En met Esmeralda van Boon, Arabiste. En ze is met collega Eikelboom van Nieuwsuur 5 keer dit jaar in Libië geweest. Ja, we praten ook met oorlogsverslaggever. Hij werkt voor de pers en was onlangs nog in Libië en in Syrië, Arnold Karskens. En met internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Mogen wij nu het optreden van NAVO een succes noemen? En daar hebben we toch immers aan meegedaan. We praten daarover met Joël Voordewind. Hij is buitenlandwoordvoerder van de ChristenUnie. En het feestnummer hier aan tafel, want ze heeft al een hele feestelijke vlag voor zich liggen. Dat is een mevrouw die 2 paspoorten heeft, onder meer een Libische. En ze heet Sohaila Amer. No one, no one here! We kill her, we did it! We did it! We have done what we have to do. If it's necessary, we shall do it again. I feel that every people here in Tripoli, children, women, girls, boys, guys, everyone in here in Tripoli very, very happy. One more than dream for us. We win to... This is the end of every dictator. This is the end of every dictator. Everybody very, very happy. Jij was waarschijnlijk ook very, very happy. En bij zo'n historische gebeurtenis als vandaag hoort ook de vraag die je dan hoort te stellen. Waar was jij toen je het nieuws hoorde? Oké, ik was boven in de badkamer. En toen hoorde ik mijn broertje en mijn vader beneden roepen. Sohaila, kom naar beneden. Gaddafi is opgepakt. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, dus ik snel opschieten. En ik kon het gewoon niet geloven. Kippenvel en tranen. Ja. En de rest van de familie was ook in huis? Konden jullie het samen vieren? Niet iedereen was aanwezig. Mijn broertje en mijn vader waren aanwezig. Ja. En is het dan zo, want jullie hebben familie in Libië, neem ik aan, dat je daarmee gaat bellen? Ja, ze hadden wel gebeld inderdaad. En het broertje van mijn moeder, die belde dan mijn moeder. En daar zegt van ja, je moet schreeuwen, vreugdeskreet. Gaddafi is opgepakt, einde, klaar. En dat was gewoon heel mooi, ja. Jouw moeder woont in Libië? Nee, mijn moeder woont in Nederland. Oh, maar hij belde. Mijn oom die belde mijn moeder. Je oom die in Libië woont, die belde. Precies, die belde mijn moeder. Je vader is ook hier. Die zit hier aan de zijkant. Hoe kwam het nieuws tot u? Sorry? Hoe kwam het nieuws tot u? Natuurlijk, ik was zeer blij te horen. Maar eigenlijk was het gewoon het topje van de ijsberg. Want ja, we wisten dat Gaddafi een van deze dagen zou opgepakt zijn. Maar het is heel mooi dat hij opgepakt, ik had liever dat hij levend opgepakt zou worden. Dan kunnen wij veel informatie van hem krijgen. Maar beter dood dan nooit. Ja. En, dat is toch eigenlijk wel de zin van de avond, beter dood dan nooit. Maar ik moet één ding zeggen, ik zeg het liefst in Engels. 2010, 2011, today, will go down in history. For every single Libyan, as the true liberation day of our beloved homeland, Libya. Toen het helemaal begon, op dinsdag 15 februari, om 11 uur 's avonds in Benghazi, niemand zou dromen dat het zou aflopen. We moeten dankbaar aan iedereen, namens alle Libiërs. Ik moet eerst dankbaar aan Allah, ons almachtige Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aan iedereen die heeft ons geholpen. Het begon bij de Arabische Liga die ons verhaal naar de Veiligheidsraad brachten. Daarna aan de Fransen, de Britten en de Amerikanen. En later kwam die actie van de NATO. En zonder voornamelijk die hulp van de Amerikanen en de Fransen zou Benghazi op 19 maart totaal vernietigd zijn geweest. Sohaila, jouw broertje is er ook. Hè? Dat is de jongeman met de pet. Die rechtstreeks van het wereldkampioenschap honkballen lijkt te komen, maar dat is niet zo. Nee. Hoe blij was jij toen je het hoorde? Ja, super blij natuurlijk. Ik sta op tv te kijken. En eerst was het gerucht dat Sirte was gevallen. En ik zat naast mijn pa en ik dacht van... Ja, het is een gerucht, maar ze zijn al weken bezig met Sirte. Dus dat zal vast wel waar zijn. En opeens kwam ook het gerucht dat Gaddafi dood was. En het was even van... Wow, want normaal is het altijd dat een van de zonen dan dood zijn, dan blijkt dat weer niet waar te zijn. Dus het kwam eerst echt over als een gerucht. En hadden jullie er eigenlijk op gerekend
dat ongeveer in deze tijd Gaddafi wel zou worden gepakt, al of niet dood? Nee, ik had verwacht dat hij slim genoeg zou zijn om allang uit Libië gevlucht te zijn en ergens in Afrika in een van zijn villa's te zijn. Hij kon echt overal in Afrika zijn, maar hij bleef dus in Sirte. Ja. En dat verraste me, verraste mijn pa en denk ik ook elke Libiër. Maar de Libiërs die hadden dat gevoel al, want in Sirte in 2 weken tijd waren er zoveel doden gevallen van de kant van de opstandelingen, dat er wel iets moest zijn in Sirte wat zo erg kon tegenvechten tegen de strijders. En dat was dus Gaddafi met zijn zonen. Nu wonen jullie hier in Nederland. Heb je dan de afgelopen weken, maanden heel veel contact gehad met je familie in Libië? Ja, maar dat ging niet meer echt over de dood. Of ja, het ging niet meer echt over Gaddafi, maar meer van, jullie zijn nu vrij, je kunt nu praten, je kunt praten over wat je wilt en je voelt je vrij. En dat Gaddafi, dat kan wel, want je wist niet waar die was en je wist niet waar die uithing. Maar je wist wel dat er een moment zou komen, ja, waarop het zou gebeuren. Precies. Goed, we gaan daarover praten, over dat moment. Want dat moment was vandaag. En dat nieuws kwam ongeveer zo tot ons. الآن تم تأكيد مقتل القذافي. الآن تم التأكيد. الله أكبر. مراسلنا من طرابلس أكد هذا الخبر. الله أكبر. الله أكبر. إلى جهنم وبئس المصير. القذافي قتل والشعب الليبي يحتفل. الإخوة في الكنترول يقولوا إن صور جديدة للطاغية معمر القذافي يشوفوا فيها حاليا في وهو حي لحظة اعتقاله حي على ما يبدو في الصورة. كل ظالم نهائي اضرب بس المقاطعة سيد أحمد نشوفه الآن في تقرير للمعتصم القذافي وهو أو صور وهذا هي النهاية السليمة ليهم بصراحة يعني الله أكبر على الجيش مصراته الله أكبر الله أكبر نترككم مع أحدث صور وصلت لقناة ليبيا لكل الأحرار إلى اللقاء Ja, dit zijn beelden van de Libische staatstelevisie, dat u het weet. Chris Klep, de manier waarop hij is gepakt, Gaddafi. Het lijkt erop dat dat is gegaan via een NAVO-aanval op een konvooi en daarna een vlucht. Hè? Weet jij hoe het zit? Ja, er is nu een officiële versie van de Libische regering. Die is kort voor deze uitzending bekendgemaakt. En dat is gebaseerd op een forensisch onderzoek wat intussen gedaan is, ter plekke begrijp ik. En dat is een beetje een raar verhaal, vind ik zelf. Moet ik wel even vertellen wat het verhaal is natuurlijk. Gaddafi zou zijn gevonden in die pijp, in die rioolpijp. Al gewond aan zijn arm. Dat zou eventueel door die NAVO-aanval gebeurd kunnen zijn. Hoe die in die pijp dan terecht is gekomen is een raadsel, maar dat even terzijde. Daarna zou die uit die pijp zijn gehaald, zou die in een auto zijn gezet, is dan de officiële lezing. En die auto zou vervolgens in een vuurgevecht terecht zijn gekomen tussen rebellen en mensen van Gaddafi. En daar zou die dat kopschot hebben opgelopen. En vervolgens zou die dus alsnog zijn overleden. En nou, het verdere verhaal kennen we. En wie heeft dan de trekker overgehaald? Even voor de daden? Ja, dat zegt de Libische regering nu. Die zeggen dat gaan we dus onderzoeken. Dat lijkt me dat de kogel een Kalashnikovse kogel zal zijn. Dat lijkt me het meest waarschijnlijk. En je gaat natuurlijk nooit meer achterhalen wie, als je zegt dat het een vuurgevecht is. Bovendien, ik ben geen forensisch expert, maar dit lijkt me geen schot van een Kalashnikov van grote afstand. Want dan krijg je volgens mij andere wonden door. Dit is een soort executieschot. Ja, nogmaals, ik ben geen forensisch expert, maar als je de beelden ziet, hij wordt levend in die auto gesleept. Ja. Terwijl de officiële versie is dat hij dan omgekomt bij een vuurgevecht dat blijkbaar daarna plaatsvindt. Maar het is overduidelijk dat de situatie op dat moment, terwijl hij nog in leven is en achterop die auto zit, onder controle is van de rebellen. Dus dat lijkt me heel raar.